DNA-curvet, beschermde woongebieden in Heemsen en Marons goed. Begrotingsbehandeling wordt volgend jaar voortgezet. En VN wijst erkenning VS van Jeruzalem als hoofdstad Israël af. Goedenavond, dit is het STVS-journaal op vrijdag 22 december. De wet voor bescherming van de woongebieden van in stamverband levende Surinamers, met name de Marons en Inheemsen, is vandaag kamerbreed aangenomen. De wet is met 37 algemene stemmen aangenomen. Deze wet moet ervoor zorgen dat woongebieden niet meer worden uitgegeven in concessies. Dit wetvoorstel is eerder dit jaar ingediend door de leden Stefan Tsang, Marinus B., Jennifer Vreedzaam en Jennifer Geerling-Simons. Kort voor de stemming zei de NDP-fractieleider André Misikaba het volgende. Voorzitter, ik vraag woord om heel kort aan via u de regering te vragen en te verzoeken. Voorzitter, om deze wet nog voor eind van dit jaar te bekrachtigen en af te kondigen. We hebben hiermee gemaakt dat we in staat zijn om wetten binnen 1x24 uur te bekrachtigen en af te kondigen. Dus wat ik hier vraag is geen onmogelijkheid vanwege het belang van de wet. En ik heb het meerdere keren aangedikt hier, voorzitter. Dus we vragen regering, president met uw regering, voor eind van het jaar bekrachtigt u de wet en afkondigen. Dank u wel, voorzitter. Na de stemming en aanname zei DNA-voorzitter dat ze bijzonder blij is dat deze wet vandaag is aangenomen. Met deze aanname zal er een stukje rust komen binnen de in stamverband levende gemeenschappen. Ik moet als voorzitter en ook initiatiefnemer het parlement feliciteren met het proces. Ik moet zeggen dat dit jaren geleden begonnen is. Het is niet vandaag begonnen. Het is sinds 2013, 14 ben ik hiermee bezig geweest samen met collega's. Toen en nu weer in deze zittingsperiode sinds 2015 hebben we het proces opgepakt. En met velen gesproken en bezig geweest om alles zodanig te regelen dat we inderdaad het punt konden bereiken dat we eindelijk in Suriname een zekere bescherming hebben voor de mensen in het binnenland. Dat we delen met de bestaande rechten en de overgangsbepalingen. En dat we daarmee rust kunnen scheppen voor een zeer belangrijk proces. Dat alles ingezet, maar waarvan ik zeker overtuigd was dat het niet goed zou kunnen lopen als tijdens dat proces de constante bedreiging zou blijven bestaan, dat mensen hun grond verliezen terwijl ze onderhandelen en praten over de vormgeving van Suriname voor de toekomst, want dat is ook het grondrechtenvraagstuk, een onderdeel van. Marinus B. zei dat het hem goed doet dat de leden van de commissie het belang van deze wet hebben ingezien. Ook de voorzitter van de commissie van rapporteurs zegt verheugd te zijn met deze wet. Dat betekent dat we daarmee hun de garantie geven dat dit nooit meer zich zal herhalen. Dat is onze wens. Voorzitter, ik wil twee namen noemen, want het initiatief is sedert 2013 genomen. En ex-leden Manorat en Kayura Mari waren mede-ondertekenaars. Jammer, ze zijn er niet meer om het proces af te ronden. Maar twee waardige vervangers zijn bijgekomen. Mevrouw Vreedzaam, meneer Tsang. Het team was heel mooi. We hebben heel mooi samengewerkt. En ik dank ieder, de commissie van rapporteurs onder een districtgenoot. Dus van Marowijn en Krakti bij DNC, om dit succesvol af te ronden. Ik was zeker ook de commissieleden van de rapporteur bedanken voor hun bijdrage. Allemaal hun eigen insteek, van hun eigen invalshoek. En dat is belangrijk om zaken te bespreken. En natuurlijk de andere leden van het parlement en deskundigen vooral, want die waren ook constant bezig. En ook de regering.
Deze wet zorgt ook ervoor dat de lokale gemeenschap ook een stukje zeggenschap zal hebben bij het uitgeven van concessies in en rondom hun woongebieden. Dit is de laatste wet die het parlement voor dit jaar heeft behandeld en aangenomen. Met goedkeuring van alle fracties zal de verdere behandeling van de begroting volgend jaar in het parlement plaatsvinden. Parlementariërs krijgen nu nog meer ruimte om de voorstellen van de regering over het verhogen van de staatsinkomsten te bestuderen. De VAP-fractie heeft nog steeds moeite met de aangekondigde maatregel om de grondhuurtarieven aan te passen. Maar laten we het ene duidelijk stellen, voorzitter. De voorstellen met betrekking tot grond, zoals de regering dat gepresenteerd heeft, geldt voor ieder. Al die personen, die ambtenaren, de arme mensen die een stukje grond gehad hebben, van welke regering dan ook, die de hoop hadden om daar te kunnen bouwen, die de hoop hadden om daar te kunnen vestigen, die daar niet kunnen bouwen omdat ze dat geld niet hebben, omdat de economie dat ook niet toestaat, of omdat die infrastructuur er niet is, of omdat geen wegen er zijn, die mensen gaat u ook laten betalen. U straft die mensen nu. Ze hebben niet kunnen bouwen, dus ik wil benadrukken namelijk dat het geldt voor alle Surinamers. Voorzitter, ik denk dat iedereen bereid is te betalen. Maar laat er een goede studie verricht worden. Laat de tarieven gedifferentieerd worden naar alle doelgroepen. Laat er redelijke tarieven, redelijke en billijke tarieven bedacht worden door deskundigen. En wij zullen zeker als VHP daartoe een bijdrage leveren, voorzitter. De gemeenschap wordt volgens DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons onnodig vrees ingeboezemd omtrent de verhoging van de grondhuurtarieven die door de regering zijn voorgesteld. Ik wil wel dat er geen idee blijft hangen bij wat is genoemd in onze zaal de kleine man. Dat er grote kapitalen zullen moeten worden betaald bij het voorstel van de regering. Als je een normale 400 vierkante meter grond hebt en je woont daar, is de waarde in Paramaribo al meer dan 20.000-30.000 euro. En het bedrag dat ik zie dat de minister daarvoor zou moeten krijgen is 200 SRD per jaar. Dus we praten niet over enorme bedragen, maar alle kanten van het parlement hebben gezegd, we gaan er verder naar kijken, om te kijken of we met andere voorstellen kunnen komen, om te differentiëren. Maar ik wilde dat niet zo laten. André Misikaba, fractieleider van de NDP, gelooft erin dat de verhoging van de grondhuurtarieven de speculaties met gronden zal tegengaan. Voorzitter, maar er zijn mensen die duizenden hectare grond hebben. En die gronden, er wordt niets mee gedaan, er wordt slechts ermee gespeculeerd. Wij vinden dat die mensen moeten betalen, ja. Zij ze in de NDP, in de VAP, in de NPS, in alle partijen of buiten de partijen, ze moeten betalen. Suriname, en ik vraag iemand om me te helpen aan een ander land. Suriname is een van de weinige, zo niet het enige land op de wereld waar de overheid niets verdient van grondvoorziening, bij wijze van spreken. Dus aan deze zijde, en daarmee sluit ik af, is de kwestie van grondhuur, die aanpassing van die tarieven, van fundamenteel belang. U weet dat mensen gronden hebben gehad als tuinbouwgrond, gespeculeerd een aantal jaren, daarna hebben verkaveld per hectare 300 vierkante meter, 18.000 euro vragen ervoor enzovoorts. Voorzitter, we moeten af van dat systeem. We willen die speculatie met grond en we willen dat gronden die niet productief worden ingezet, voorzitter, dat het verandert. De begrotingsbehandeling zal in de tweede week van januari 2018 worden hervat. De derde inzamelingsactie van Stichting SUEED is achter de rug. De actie, die 12 dagen lang duurde, heeft tot nu toe 240.000 SRD opgeleverd. Dit is de voorlopige telling. De tweede week in januari wordt het officieel bedrag kenbaar gemaakt. Giovanni Seggen, bestuurslid van Stichting SUEED, zegt het volgende. Vorig jaar zaten we pas met die veel hogere koers. Afgelopen jaar is die koers een beetje stabiel gebleven. Maar desondanks merk je dat mensen het moeilijker hebben. Daarom zijn we des te dankbaarder dat we toch
240.000 tot nog toe hebben kunnen ophalen, inzamelen om projecten mee te doen. Want als individuele mensen die zouden moeten doneren het moeilijk hebben, dan kun je begrijpen hoe moeilijk organisaties en instellingen in het land het hebben. Die zich bijvoorbeeld bezighouden met de opvang van kinderen met een beperking, senioren, burgers, mensen die sportprojecten willen doen met jongeren, mensen die zich bezighouden met cultuurprojecten. We hebben allemaal de begrotingsbehandeling gevolgd en gezien hoeveel geld er vrij is gemaakt voor cultuur. Dus ja, iedereen heeft het moeilijk. En daarom zijn we extra content dat men toch dit bedrag op het bord heeft weten te krijgen. Stichting Fernandez Social Foundation heeft 75.000 SAD gedoneerd. De auto die verloot werd, een Toyota Fitz, is gewonnen door een donateur met lotnummer 00200. Twee donateurs die via sms hebben deelgenomen aan deze actie, hebben elk een ticket naar Miami gewonnen. Het Hof van Justitie heeft vandaag in het gerechtsgebouw aan de Monsignor Wulvingstraat de start van de opleiding tot schrijfjurist gegeven. Deze opleiding is een belangrijke tussenschakel voor het rechtsproces tussen de advocaten en de rechters. Er worden 11 rechtsgeleerden voor 15 maanden lang opgeleid in het analyseren en het uitwerken van juridische vraagstukken. Voor het Hof zijn deze medewerkers belangrijk om stelselmatig de rechtsvordering te ordenen en systematische rechtsvraagstukken te identificeren. Maar het komt erop neer dat je dan het oordeel moet gaan formuleren. Dat is een vak apart, schrijven. Je kan hier niet voorleggen, ja, verdachte heeft dat feit gepleegd, dus hij krijgt zoveel straf. Waarom? Omdat twee getuigen hem hebben gezien. Twee getuigen hebben hem gezien, rechtdoende, veroordeelde. Simpel, goed. Maar daar gaat het om. Je gaat het stramien waarbinnen je dat die formulering moet doen, moet je goed in de gaten houden. En daar ga je dus vooral hier veel diep gaan krijgen tijdens deze cursus. Het formuleren van het oordeel, dat is het vierde categorie van werkzaamheden. En dan heb je nog het zittingswerk zelf. Dus je gaat naar de zitting. Per maand gaan er 31 rechters naar de strafzitting. 9 uur of 8:30 begint het. En die rechter gaat van plaats A naar plaats B naar die zitting. Hij opent de zitting en 4 uur, 5 uur sluit hij de zitting. Dat is werk. De opleiding is tot stand gekomen met medewerking van het ministerie van Justitie en Politie en de Nederlandse ambassade die voor deskundigen zal zorgen. De faculteit der rechtswetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd. Met ingang van 2 januari 2018 begint de eerste praktische cursus van de opleiding, namelijk het analyseren en schrijven van juridische betogen. Direct gevolgd door de intensieve cursus, het civiele vonnis. En dit tot en met 30 januari 2018. Tussen 5 februari 2018 en 8 maart 2018 zijn de cursisten onderworpen aan de volgende praktijkgerichte cursussen: bewijsrecht, rechtshandeling, en overeenkomst. Nakomen, niet nakomen. De 14-jarige getalenteerde voetballer Xavi Simons heeft vandaag een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Desi Bouterse. De president heeft deze Young International ontvangen op zijn kabinet. Bij het bezoek werd deze stervoetballer vergezeld door zijn vader en broer. De president voelde zich vereerd dat Safi hem persoonlijk een bezoek heeft gebracht. Het staatshoofd is onder de indruk van het talent van Safi en bovendien dat hij van Surinaamse roots is. Als blijk van waardering heeft Simons de president een voetbal van zijn club overhandigd. Vandaag heeft de bevordering van 120 ambtenaren plaatsgevonden in de naast hogere rang bij de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname, BBS. Het waarnemend hoofd van de BBS, Sandra Klaver, blikt tevreden terug op de inhaalslag die nu is ingezet sinds haar intrede bij deze dienst in maart 2016.
Er is wel een bevorderingstraject voor elke beveiligingsambtenaar. Hierover zegt Klaver het volgende. Om eerlijk te zijn, bij deze groep, we hebben het beoordelingstraject ingezet. Bepaalde van ze lopen al 6 jaar in die rang, zodat ze bevorderd zijn. Maar om verschillende redenen hoor, voor mijn komst zijn mensen niet bevorderd. Dus ik moest een inhaalslag maken. De mensen zijn er is een beoordelingsgesprek geweest, voorafgegaan natuurlijk aan een beoordeling. En zij die goed beoordeeld waren, die zijn dus meegenomen en dat heeft u dus vandaag gezien. Zij die niet goed beoordeeld zijn en natuurlijk hebben we niet zo streng gelet op een aantal zaken waarop we wel zouden moeten letten. Maar als je bijvoorbeeld vonnissen had of als je echt een misdrijf hebt zouden gemaakt, dan ben je niet mee, die mensen zijn niet meegenomen. Of als ze op het werk een beetje te bond hadden gemaakt met, door zaken uit te spoken die niet door de beugel konden. Die mensen konden we absoluut niet meenemen, maar die worden na 6 maanden herbeoordeeld. Als het aan haar ligt, mogen geen achterstanden meer zijn bij bevorderingen waarop de manschappen recht op hebben. Hiertoe wordt een vernieuwd human resources beleid gevoerd in het nieuwe jaar. Dit als onderdeel van de reorganisatie van deze dienst. Volgend jaar, eerste kwartaal van het jaar 2018, start ik met de HR-instrumenten, speciaal voor dit onderwerp. En dat betekent dat we functioneringsgesprekken gaan voeren, 2 maal per jaar, gevolgd door een beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar. Dat is de minst subjectieve manier van beoordelen. Die training geef ik volgend jaar, waardoor we 2 keer per jaar die gesprekken kunnen voeren met de medewerkers. En aan het eind van het jaar, al dan niet als je wordt bevorderd, hebben we aan het eind van het jaar een beoordelingsgesprek. Waardoor je on the long run, of als er een bevordering moet komen, weet je, de resultaten van de gesprekken gewoon kunnen opvragen bij PZ. 2 bevorderden reageerden als volgt. Het betekent een stap vooruit zeker. We hadden allang bevorderd moeten worden. We zijn bijna 2 jaar achtergehouden met onze bevordering. Het betekent heel bijzonder voor mij. Het is heel speciaal. Ik vind het belangrijk voor mij. Is dit een extra motivatie om u dienstbaarder te maken aan de samenleving? Helemaal, helemaal. Erwin Jules de Vries onthulde gisteren zijn eigen borstbeeld. De beeldende kunstenaar, die getypeerd kan worden als een doorzetter, herdacht ook zijn 88ste geboortedag. Erwin, die langer dan 50 jaar timmert aan de weg, heeft enkele hoogtepunten gekend. Vice-president Ashmin Adin, die namens de regering de felicitaties overbracht, zei het volgende. Werken van deze schilder en beeldhouwers zijn vandaag de dag over de hele wereld te vinden. Hij heeft solo tentoonstellingen in Nederland en de USA gehouden. En het is ook belangrijk aan te geven dat musea in deze landen enkele van zijn werken hebben gekocht. Verder heeft Erwin de Vries met zijn werken te staan in groepstentoonstellingen met beroemdheden zoals Pablo Picasso. Een van zijn grote creaties is het Nationaal Monument Nederlands Slavernij Verleden. In het Oosterpark in Amsterdam, dat op 1 juli 2002 groot werd onthuld. Verder gaf Adin aan dat de Vries gezien kan worden als een voorbeeldfiguur voor jong en oud. Volgens Adin draagt deze wonderkunstenaar bij aan de verheffing van het Surinaams cultuurimago en de instandhouding van onze rijke materiële cultuurhistorisch erfgoed. Wij zeggen kunstwerken zijn ook kunstzinnig. En dus is deze heer natuurlijk ook zo eigenzinnig. Er is geen plaats in Suriname waar wij denken, als we de geschiedenis kennen, dat hij figuurlijk en letterlijk zijn stempel gedrukt heeft. In die zin, toen ik zo aanhoorde, hij vertelde ook heel wat over Picasso, denk ik in ons collectief geheugen dat u een deel daarvan bent. U bent een deel van ons collectief geheugen en op deze leeftijd en uw bijdrage betrokkenheid is het onvermijdelijk dat u familie bent van iedereen alle hier.
Het borstbeeld van Erwin, dat zelf door hem gemaakt is, heeft hij als schenking gegeven aan Suriname. Minister Edgar Dikan, ad interim van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bedankte de kunstenaar voor dit geweldig initiatief. Erwin zal voor eeuwen staan aan een sidewalk café in Paramaribo. We hebben ervoor gekozen om Erwin te plaatsen op deze plek dat de afgelopen decennia is uitgegroeid tot het contactpunt van Erwin en de totale gemeenschap. Dit is wel een unieke wijze waarop deze kunstenaar in contact blijft met zijn fans en het algemeen publiek. Erwin is en blijft zichzelf. Ik heb het net mogen ervaren. Goed laks, open, warm en zeer gedreven. Als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben wij de grondwettelijke plicht om alle Surinamers de gelegenheid te geven om zijn of haar talenten vrijelijk te ontwikkelen, te demonstreren en er uiteindelijk wat mee te verdienen. De Vries bedankte de Surinaamse regering. Hij gaf aan dat hij ondanks zijn hoge leeftijd bezig is met twee kunstwerken. Hij spreekt de hoop uit dat de jonge kunstenaars zijn voorbeeld zullen opvolgen. Tot zover het Nationaal Nieuws. Een goedenavond.